C'est vrai aussi qu'elles ont effectivement des compétences et on parle souvent d'îlots de compétences, c'est-à-dire elles ont des compétences pointues, mais dans des domaines très particuliers qui sont effectivement en lien avec les caractéristiques autistiques. Par exemple, elles peuvent avoir une mémoire exceptionnelle, mais une mémoire, par exemple, de date ou une mémoire de détail. Ils ont souvent des compétences dans tout ce qui est visuel. Par exemple, ils peuvent faire des puzzles avec une rapidité étonnante, ou bien le dessin, ou parfois la musique. Certains peuvent mémoriser des mélodies ou même des morceaux de musique. Et c'est vrai que, manifestement, ils ont des compétences, mais dans des domaines très, très particuliers et très spécifiques. On a même été surpris parce que nous sommes allés à l'école, c'était réunion des parents, le professeur de musique était là et il nous a demandé si j'avais un piano ici. J'ai dit non, que si j'ai pas de piano. Et il me dit tiens, qu'il me dit pourtant Cédric joue très bien du piano. Et il me dit vous l'entendriez, qu'il me dit il joue l'air de Mary Poppins. Et je dis ah, ben oui, qu'il me dit il joue très bien. Ik heb een vrij goed geheugen. Bij opdrachten met cijfers en waar je vrij secuur moet zijn, ben ik ook vrij goed. Ik kan ook dingen die ik met mijn hoofd moet doen, doe ik blijkbaar vrij snel. Ik heb stage gedaan op, ik heb heel wat stages gedaan bij de mutualiteiten. En daar zat ik. Op veel momenten zonder opdracht, omdat ze dachten van, ah, je hebt het al gedaan. Ik kan ook zeer goed met de computer werken. Ik kan zeer goed luisteren. Als mensen met problemen bij mij komen, dan kan ik vrij goed luisteren en ook vrij goed analyseren. Ik ben ook vrij goed in analyse. Analyse van problemen, analyse van computerproblemen. Ik kan heel goed tekenen. Echt wel herkenbaar. Als je denkt dat in feite dat hij het niveau heeft van een kind van 2 jaar. Eerst heeft de zus op haar 8 jaar die tekening gemaakt en Seppe heeft die gewoon identiek gekopieerd. De bovenste is van Seppe overgetekend en de onderste is dus eigenlijk het originele. En dat is echt wel, als je kijkt op detail, kleurtjes, alles klopt gewoon. En wat dat hij ook eigenlijk ook zeer graag doet, of dat hij heel goed kan, is gewoon op de computer. Is dus verzot op computer. En hij typt in. Wat Bijvoorbeeld, hij nu precies. hij ziet daar zijn woordje staan. Hij gaat, dus we hebben als startpagina Google en hij typt dat in Google en zo komt hij overal waar dat hij moet komen. Ik heb het gevoel, gelijk zijn schaken, daar is hij rapper dan zijn leeftijd. Als ik zo zie wat hij met dat syndroomje doet dat hij gekregen heeft zo, allee, op de computer. Dat is zo gezegd vanaf 8 jaar, maar daar is hij toch van op zijn 6e doet hij het volledige parcours van de opdrachten. Dus daar is hij wel zeker sterk in. Alles dat visueel is, gelijk puzzelen, ordenen en ook spelletjes die visueel zijn, daar is hij, het logische denken, daar is hij heel sterk in. Voorop op zijn leeftijd Ja, eigenlijk. ja.